Yo, dames en heren. Welkom bij een nieuw klein vlogje van Bijlijstzwakke. Ik ga vandaag iets doen met de Sherco, ja. Of het gaat lukken, geen flauw idee, maar ik hoop van wel. Zweten heb ik een tijdje geleden iets besteld gehad. En ja, ik hoop dat dat gaat lukken, want ik heb dat nog nooit niet gedaan. En ik ben zo stom dat ik dat niet opzoek, wat ik daaraan, hoe ik dat moet doen ofzo. Maar, voilà. Ik hoop dat jullie dat goed gaan zien. But, ik ga halve velletjes maken, ja. Dus ben benieuwd. Kijk maar mee. Als eerste, een velgen heb ik al gewassen. Vandaag is het een beetje blinken tegenover normaal. Maar ik ga die wel nog te goed ontvetten. Ik ga dat doen met remreiniger. Of dat dat de manier is. Geen idee. But, komt goed, hè. Komt goed, hè. But we got sticks for real. We looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put on work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. Je ziet, dat komt toch nog altijd wel van over. Het voordeel van remreiniger is ook, dat lost een beetje vanzelf op ook, hè. Dus als je nu gewoon even wacht, dan zijn al die natte plekjes weg. Ik heb mijn velgen wel gekuist met Dreft, dus dat ontvet normaal ook nog, maar toch voor de zekerheid een mini beetje extra ontvetten, hè. Zodat het zeker te goed proper is. Mannen, ik weet niet of dat dit de goede manier is, hè, dat ik dat doe. Ik ga ook als een halve gek dat plakken, terwijl de wielen er nog op zitten. Het is makkelijker als de wielen eraf zijn, maar ik ben zo'n BLO die dat niet wil doen. Ik heb daar geen goesting in. Dat is te veel werk. Dus we gaan dat gewoon zo proberen. Het gaat lukken, dat weet ik niet. Nu de stickertje los doen. Ik krijg al zenuwen. Ik ben nog niet begonnen. Nu, ik ga beginnen met een klein stukje los te doen. En dus niet heel de plakker eraf. Dat is hier iets of wat te goed plak. Ik moet niet met mijn vingers te veel aanzetten. Hè. Maar ik denk dat ik hem gewoon er volledig ga aftrekken. Ik ben zo zenuwachtig. Tijd mislukt, ben ik echt gesjareld, man. Dan ben ik echt gesjareld. Dus ik ga gewoon rustig erop leggen. En nog niks aan vastmaken. Meer naar voren, Charlie. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you, bro, they can kiss my arrow. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, push the... Gelukkig zou ik die andere kant ook al moeten pakken, hè. Nee, als ik die andere kant er al op plak, dan weet ik of ik gelijk zit. Dat ik ver genoeg naar voren zit, dat ik nog naar voren moet. Dat gelijk trekken, dat doen we zelfs wel, maar... Ik ga die andere kant ook even pakken, ja. Een halve meter er vanaf. Vrij safa. Hier toch? Ja, dat is wel zijn haar zo zitten plakken. Goed, verdomme. Dan vervang ik liever mijn pistool. Alleen niet qua geld, maar qua makkelijkheid wel, ja. Zoiets ongeveer, denk ik. De K-rappers die nu aan het kijken zijn, die denken in hun eigen... Jongens, er geven een snow. Ik had ook al van mensen gehoord dat ik daar water op moest doen, maar... Pff, ik
ik heb er geen zin in. I don't care. I don't have the ghosting in that. Kim, because I'm Bali, I'm from India. I'm coming from your Microsoft account. Oei, dat is zo heel erg drijft. Is dat iets of wat in orde? Het is jongens, iets of wat in orde zijn. Dat is vrij. Ça va wel. Natuurlijk deze had iets meer of... Ja, was er niet zo'n gezegde, als je er content van bent, waarom niet? Zegt niemand dat ooit. Op zich, de rest zit wel allemaal goed, behalve die ene niet daar. Gewoon pletten, mijn man. Gewoon pletten. Ik moet alleen erop kijken en de rommelbakjes. Of ik zoiets... ...dings met. Als ik mijn bankkaart zou pakken. IJzer kan ik dat niet verpakken. Mannen, ik heb heel goed nieuws. Ik heb eentje gevonden. Om te doen, hè. Ik moet dat zo wel doen. Hand me the dashes, digital gas residual, far and small like I'm getting a ritual. You bet my cash is on, I hit the gas, I'm gone, running my wave. I've been stuck in my zone, I'm gonna blast them all, sliding on fake. I've been finding my ways, grinding for days, I've been shining the hate. All of y'all wanted for praise, stuck in a phase, letting it turn into... Oh, ik zit al nu. Kun je dat niet geloven? Maar ja, het eerste stuk hangt. Nu moeten we het nog laten ontplooien. Dat is ook vrij leuk. Daar hebben we een haar erover genomen. En misschien stroom. En misschien ook laten van. Echt waar, ik hoop dat dat zo dik gaat zijn. En dat dat toch werkt. En als dat niet werkt... Ja. Ja, dan werkt het niet. Ik ga de andere uitvissen. Oké, ik kom dat wel eens, maar dat vind ik niet zo leuk. Het moet niet helemaal perfect zijn, maar het mag niet veel spelen. Hè. Ja mannen, mijn camera was uitgevallen en ik ben een beetje heel boos geworden. En ik heb alle bazaar gewoon de vuilbak ingekegeld. En een sigaret gaan halen. Grapje! Ja, ja, op zich, niet slagen, niet slagen. Sexy, mijn man, sexy. Ziet er vrij goed uit. Nu gaan we het randje nog doen en dan kunnen we het eigenlijk afsnijden. Op maat de andere kant doen en dan is de velg klaar. Nu, het ziet er vrij goed uit, maar alleen de rand er nog wel. Hè. Ik denk dat ik eerst de andere kant ga doen en dan de rand pas ga snijden. Dan kan ik ze alle twee tegelijk snijden. Nu ja, het ziet er wel een bom uit. En op zich, het valt nog wel mee. Het is wel een beetje ambetant, maar het valt nog wel mee. Nice job, man. Keep boys. Dikker hangt, ja. Kijk. Nu, ik heb wel niet echt goed licht hier, dus ik ga in de week eens een mooie, betere foto maken en filmpje. Ja, jullie gaan hem nog in de vlog zien. Ik moet alleen de rand er nog afsnijden. Tjop. En dan is dat gebeurd. Ik moet de voorkant nog doen. Ja, het is niet gemakkelijk, ja. Het is echt niet gemakkelijk. Het is ook niet 100% hoe dat ik het wil. Oh, ik heb hier al terug een luchtband, dan moet ik er zelf nog uit eigenlijk. Maar ja, het is wel dik, ja. Het ziet er echt wel nice uit. Dus ja. Ik heb die stickers ook besteld bij Slicks Design. Deze video wordt niet gepromoot, voor alle duidelijkheid. Maar ja, het is wel de bom, ja. Shoutout naar hun, sowieso. En ja. Misschien komt er nog wel een stickersetje van Slicks voor de Czechie. De Czechko. Ik moet hier en daar nog weer wat luchtbelletjes en alles wegwerken. Op zich, het is niet mis. Dus ja. Hey mannen, vergeet zeker niet te subscriben. Subscriben, te liken, dat helpt mij allemaal. Reacties zetten helpt mij ook. Dus ja. En weet je, stuur dan misschien naar Slicks zo deze video. Wie weet kunnen we samenwerken met iets vinden of zo. Zou mooi zijn. Nee? Zou mooi zijn. Maar ik denk wel dat ik een andere kappenset nog ga kopen. Maar ja, welke kleuren? Dat is zo moeilijk. Hè? Daar ben ik vooral over aan het twijfelen. Wat dat ik een andere zou kopen en welke kleur het dan zou zijn. Geen voorstel?
laat ook weten. Zet ook in de comments. Ja, mannen. Nou, mijn ketting moet nu oogst gaan halen, want het is vies aan het roesten. Ik vind dat echt geen goede ketting, nee. Dus, maar dat komt allemaal goed. Het is klaar, de rand is gesneden. Dus, wat vind jij ervan? Getik? Of heb je zoiets van, trek er al terug af? Ik vind het eigenlijk echt wel dik, ja. Ik ben benieuwd als de voorste klaar is. Hoe dat het gele plaatje er gaat uitzien. Ja. Maar broskies, ik zal hier binnen koffie nog wel eens een filmpje over maken. Dat jullie het beter zien overdag, want het begint donker te worden buiten. Dus, ja. Vergeet zeker niet te abonneren. En het volgende eigenlijk echt wel. Maar goed, tot de volgende. En bekijk ook zeker mijn andere filmpjes, hè. Strijders allemaal. Joe.